Van harte welkom bij het derde KNAF-journaal. We zijn nog steeds bij de Euro VKNK Autocross. Zo dadelijk de beelden van manche 2 en 3. En we hebben natuurlijk ook wat gesprekken met de sponsoren. Niet geheel onbelangrijk. Dus blijf lekker kijken. En je hoort het al, we zijn weer van start. Het is weer tijd voor een praatje met een van de sponsoren. En met wie heb ik het genoegen? Lars Goossens van Goossens Techniek. En jullie doen de 1600 sponsoren? Ja, wij doen met twee bedrijven de 1600. Mijn paas bedrijf en ik. Oké, en wat voor bedrijf hebben jullie precies? Ik zit zelf in de techniek, in de machinebouw. Eigenlijk wat niet op de markt te krijgen is, dat maken wij. Klantenspecifiek. En waar moet ik aan denken? In wat voor richting, wat voor machines? Landbouwmachines. Landbouwmachines? Ja. Wij vinden de sport heel mooi en... Nou ja, dat geld is wel een dingetje in deze sport. En vandaar dat wij ze ondersteunen. Is het lastig om sponsoren te krijgen voor dit soort evenementen? Ik denk voor de evenementen wel. Het heeft gewoon met bedrijven te maken die er wat in zien en er schik van hebben. Ik denk niet dat bedrijven er echt een winst uit gaan halen. Het is meer omdat de sport mooi vinden en wat toe willen dragen. Ja. Jullie zijn ook zeg maar sponsors, hè, van de divisie? Ja, klopt. Van Doelwagens. En wat voor bedrijf is het eigenlijk? Autohandel en demontage. Dus we doen auto's inkopen en verkopen. En auto's demonteren. Dat is recyclen. Dat is bij ons het grootste doel eigenlijk. Ja, want samen met je vader. Ja. Wat hebben jullie, zeg maar, is dat dan in het belang van de sport? Waarom jullie als bedrijf erover nagedacht hebben om dit te gaan sponsoren? Ja, we vinden Doelwagen op zich wel een mooie klasse. En een goede kennis van ons, die rijdt er ook in. En we vonden het gewoon leuk om dat ook een keer te doen. Tot zover het einde van deze derde KNAF-journaal hier op de Euro VKNK Autocross in Holterhoek. We zijn er weer op de 18e augustus in Halle. En als je nog de beelden wil zien van de aftermovie, die kun je morgen zien op de Facebookpagina van de Sonac NK Autocross. Bedankt voor het kijken en graag tot 18 augustus. Hoi!